Fijn, dat gaat lekker zo, voorzitter. Nova Sembla IJsclub Spaarndam, sinds 1820. Een oude vereniging. Er is een shift bezig. Mensen komen, mensen gaan. Gaan jullie nu al weg? Gaan weg. Waarom? Ja, we worden hier van het ijs afgestuurd. Waarom word je van het ijs afgestuurd? Het andere tijdstop begint. Oh jee, en nu? We even door willen gaan. We wachten op de nieuwe mensen en die gaan we eens bekijken hoeveel lol ze hebben. Heb je ons eerder geschaatst? Ja, elke zaterdag, want ik zit op schaatsles. Kan je ook net zo goed schaatsen als je zus? Ja? Dat gaan we nu proberen, hè? Dat wordt de eerste keer eens zien. Ja, wow. Maar het is wel nodig om het baantje een beetje bij te houden. Ja. En zoveel volk erop. En wat doe je met die scheuren die erin zitten? Vol water s'avonds zetten. Die zet je nog vol water? Ja. Maar je mag geen schaatsen om, hè? Helaas niet. Ja, waarom niet? Een gat in de markt. Een gat in de markt, honden schaatsen. Nee, ik vind het heerlijk om te schaatsen. Je vindt het heerlijk? Ik zei net tegen mijn man, ik ben heel gelukkig deze week. Ga jij met de stoel schaatsen of kan je al los schaatsen? Ga je met de stoel schaatsen. Wat een rotstoel, hè? Ja, die stoel. Hè, dat is helemaal niks, hè, die stoel, hè? Dat is een beetje nostalgie. Dit is de oude Friese doorloper idee. We hoorden net ergens in mijn oren fluisteren tot jij geschiedenis hebt met deze baan van Malière gezien. Ja, mijn grootvader, of ik moet eigenlijk zeggen mijn overgrootvader, Gerard Tichelman, die heeft deze baan opgericht. Nou, ijs is dik genoeg, hè, als absoluut, we het zo zien. Absoluut, ja. Hoeveel centimeter mogen we het zien? 10 centimeter gemiddeld. Ja. Dus we hebben tijdsloten bedacht, dat mensen een uur en een kwartier mogen schaatsen. Ja. Dan is de baan drie kwartier dicht, dan kunnen we het schoonmaken en dan kan het publiek er weer veilig af. En dan voor de volgende lichting komt, zijn we weer klaar. Ja. Je ziet wat je kan betekenen voor de gemeenschap hier. Ja. Die lach op hun gezicht, dat geeft zoveel energie. Ja. Heerlijk. Ja. Voorzitter, wat zitten jullie bij nou een beetje in de maling te nemen? Nee, dat is een oude traditie, hè? Oude traditie. Hier zitten? Dit was skiën. Hey, dat gaat lekker zo, voorzitter. Ja. Ja, dankjewel. En dit is onze cameraman. Ja, ja. Volgens mij zijn de prikkers zijn er al. Oh, zal dat het probleem zijn? Prikken, maar hij prikt niet weer. Nee, nou ja. Dus? We kappen hem maar mee voor vandaag. Helaas. Chocolademelk, koeken, soepjes zijn voor ons, hè.